Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Amsterdam University Press. Vanuit Amsterdam is dit Onder Media Doctoren, de podcast waarin communicatiewetenschappers zich verwonderen over de media. De luisteraar van Onder Media Doctoren, weet u dat er heel vaak onzin wordt verkocht over de media. Eén van die fabeltjes is dat het internet alles onthoudt. Niet waar. De correspondentie die ik in de jaren 90 voerde met onbekenden via mijn account vlinder@email.com is niet bewaard gebleven. En dat terwijl ik thuis gewoon een doos heb staan met de geparfumeerde brieven van de jonge Franse knul die mij mijn eerste tongzoen bezorgde. De eerste website die ik maakte in 2002 over mijn wereldreis is eveneens onvindbaar. Via de Wayback Machine van de organisatie Internet Archive kon ik een schim vinden van de site die ik als PhD-student binnen het UvA-domein had gemaakt in 2004. Een schim, want wat je nu terugvindt is zonder de plaatjes en de graphics. En zo kan niemand uit onze tijd meer bewonderen hoe vaardig ik was met het bouwen van websites en het ontwerpen daarvan met Dreamweaver. Super handig, voor de liefhebber. Ja. Elke dag gaan er ontelbaar veel stukjes cultuur verloren, omdat het internet niet onthoudt wat geesteswetenschappers waardevol vinden. Tegelijkertijd wordt er van alles opgeslagen dat we niet bewaard willen hebben, omdat commercie boven cultuur gaat. Tijd voor een kritisch gesprek over de wondere wereld van internetarchieven. Dan doen we hier de tune. Het is ons een groot genoegen dat we daarvoor eindelijk in de studio hebben, Dr. Anne Helmond. Yay! Je stond al heel lang op ons lijstje, maar je had steeds belangrijkere dingen te doen, zoals promoveren onder of de A van Anna, dus je stond helemaal bovenaan ook. Maar nu ben je er. Inmiddels ben je UD, digitale media en nieuwe cultuur. Nieuwe media en digitale, andersom moet het, nieuwe media en digitale cultuur. En jouw onderzoek gaat vooral over de infrastructuur van sociale media platforms en apps. Maar een van je onderzoeksinteresses is ook de geschiedenis van het web. Anne, wanneer gebruikte jij het internet voor het eerst en is daar nog iets van bewaard gebleven? Oh, dat is echt een prachtige vraag. Ja, hier word ik helemaal blij van. Ik krijg helemaal, ik word helemaal, ja, nostalgisch. Voor de luisteraars, Anne, krijgt ja. Echt rode koontjes gewoon ja. Op haar gezicht. Vertel, vertel. Niet op het internet. Het jaar is? 1995, dus echt heel vroeg. Ik was thuis, mijn vader werkte aan een universiteit, dus op die manier hadden wij thuis heel vroeg al toegang tot het internet. En ja, thuis gegeven... ook echt al? Ja. Dus in het begin kan ik me nog heel goed herinneren dat mijn vader die vertelde over het internet en over het World Wide Web. En daar stonden allemaal fantastische dingen op. En dan printte die dingen voor mij uit en nam die mee naar huis. Dus ik ken eigenlijk het internet in eerste instantie als een uitgeprint document, als een printje. Ja. Dus dat ik kan me nog herinneren, dat was de Ultimate Band List. Dat was een soort van directory waar allerlei bands in stonden met biografieën. En dan printte die dingen van Nirvana en de Smashing Pumpkins uit. Ik dus ging dus mijn, ook inderdaad op dat vroege internet, waar voor de luisteraartjes thuis die toen nog niet geboren waren, echt bijna niks op stond. Ik ging dus altijd songteksten opzoeken. Ja. Want dat was ook iets wat er al heel vroeg te vinden was. Klopt. Ja, dat is ook een van mijn vroege sporen, denk ik, op het internet. Ik speelde vroeger vrij fanatiek gitaar. En dan schreef ik ook zelf die liedjes uit. Dus het transcripts van de noten. Dus ik was een groot Nirvana-fan. Dus ze zweven nog ergens inderdaad in die archieven misschien wel. Van die gitaarnummers, transcripties van mij rond 1996. Ja, en had je toen ook al een alias? Heette je toen ook al Silvertje? Ja, dat is namelijk een referentie naar een Nirvana-nummer, Sliver. Dus hier komt van alles bovendrijven. Ja, kijk, ja. Dat heb ik ook nooit gehad. Het is gewoon helemaal hier. Ja, dit is echt... Ja. Nee, ik heet dus ook Lala Linder, omdat ik mijn bijnaam vroeger was Vlinder en Linder. En mensen noemden mij dus wel eens Lala Linder. En toen ben ik dus op allerlei dingen, al eerder voordat ik Twitter had, werd ik Lala Linder. Ja, wat is eigenlijk het verhaal achter Vincent Secro? Nee. Hey, maar Anne, dus die eerste sporen waren misschien dus wel die transcripten die je maakte van liedjes.
En wanneer ging je ook zelf dingen bouwen op een gegeven moment, eigen websites? Ja, absoluut. Dus ik heb mijn eerste website zowel nog op een CD-ROM staan. Die heb ik gelukkig altijd heel actief gekopieerd van computer, naar harde schijf. En daarna staat mijn eerste GeoCities website, wat vroeger, ja, voor de mensen thuis die het niet kennen, het was een van de grootste internetcommunities, of eigenlijk gewoon gratis aanbieders van het maken van wat toen nog heette een personal homepage, dus je persoonlijke webpagina. Ja. En ja, dan was je ook ingedeeld in een soort van clusters. En ik zat dan op het adres, dat heette Sunset Strip. Dus dat was een verwijzing natuurlijk naar... ja, echte locaties. Dus het had ook in die zin een soort van metafoor. Een geocity. En het was een stad en het had straten. En mijn nummer was 3500. Ik zal het ook nooit vergeten. En die is nu nog bijvoorbeeld terug te vinden, zowel in het Internet Archive als in het GeoCities archief, wat door verschillende mensen is aangelegd. Want hier inderdaad, komt de commercie van het web ook op om de hoek kijken. Toen Yahoo GeoCities overnam, een paar jaar later hebben ze die hele service, ja, ze zagen de waarde niet van al die oude websites. Dus ze hebben het gewoon in één keer weggeflikkerd zonder iets. Ze hebben het wel aangekondigd van tevoren. En toen is er dus een team van, ze noemen zichzelf Rogue Archivist, die is daar opgedoken en die hebben allerlei mensen opgeroepen op Twitter en op Facebook, help ons mee om GeoCities te archiveren. En toen hebben dus een stuk of 100 mensen dus allemaal kleine servertjes gedraaid om dat enorme project te kunnen archiveren. Dus daaraan mogen we ook danken dat we die vroege internetcultuur nog terug kunnen vinden. Maar je zei dat die oproep was via Twitter en Facebook, dus dat was al een heel stuk later. Ja. Dus dan spreken we over misschien 2010. Ja, een paar jaar geleden is dit geweest. Ja. Ja. Interessant. En jij hebt hem dus nog op een CD-ROM staan, de HTML. Ja, alles. En inderdaad, zoals je zegt, waren waarschijnlijk de dingen die ik heb gebouwd in Dreamweaver, waar interactieve elementen in zaten. Ja, ze werken niet allemaal meer even goed, omdat de technologie verandert, onze browsers veranderen. Dus ook al heb ik een keurige kopie gemaakt, in dit geval, het was een vrij simpele technische website, dus 90% doet het nog. Maar sommige filmpjes doen het niet meer. Ja. Nee, helaas. Zoals altijd ook bij mij aan tafel, u hoorde hem al even, mijn vaste mede-mediadokter, dokter Vincent Kroonen. Vincent, van welke internet-escapades van jezelf ben jij blij dat ze niet bewaard zijn? Dokter Duits, waarom moet ik altijd iets gênants vertellen? Dat is de dynamiek tussen ons. Dat schijnt leuk te zijn voor de luisteraar. Ja. Nou, ik werkte in 2000. Alle anekdotes van Vincent beginnen altijd met... Ja, ik werkte dus bij Marktplaats of ik werkte toen bij nu.nl. Alsof hij nooit... Alsof een soort schaduwcarrière naast je academische loopbaan had. Dat had ik ook. Ik werkte voor de onvolprezen Menno Boeg. Van Seks voor de Boeg. En die had een nieuw televisieprogramma, dat heette De Relatieman. En dat was voor die tijd eigenlijk buitengewoon vooruitstrevend project. Want daar zat ook de Telegraaf in en KPN of PTT of wat dan ook. Maar dan konden mensen dan contactadvertenties op plaatsen in de krant en video's maken. En er waren ook opnames van het programma waarin dan allemaal mensen kwamen. En het was mijn taak als redacteur om dan mensen die daar naartoe kwamen te interviewen en daar portretjes van te maken. En dat werd toen echt gigantisch bekeken. Toen had je nog zo'n top 10 lijstje en dat stond daarin. Maar ik ben die top 10 lijstjes heb je nu nog? Maar er waren gewoon niet zo heel veel websites toen. Je bedoelt top 10 van websites? Ja, telefoongids.nl stond volgens mij nog steeds in de top 3. Maar ik maakte portretjes van mensen. En het gênante is dat ik er toch ook wel heel veel genoeg in had om het een beetje lullige portretjes te maken. Een van heren. Wie had dat nou verwacht? Ik zal er niet al te diep op ingaan, maar er was een meneer die had een weerstand tegen voorwoedsmiddelen. En ik weet nog heel goed dat de titel van dat stukje was: Mijn lul is geen leverworst. Kijk. En ik ben blij dat dat niet meer terug te vinden is. Ja, en dat jouw naam daar niet bij staat. Ik weet dat mijn naam daar niet onder staat. Ja, nee, dat snap ik. Volgens mij is dat jou wel. Volgens mij zijn er heel veel dingen die we kunnen bespreken. Maar misschien is het goed om eerst te beginnen met een interview dat Narien Esmael had met Kees Tezelski van de Koninklijke Bibliotheek. Die werkt aan een internetarchiveringsproject. En dan hebben we meteen een beetje een idee waar we het eigenlijk over gaan hebben. Elektrotechniek. Mijn naam is Kees Tezelski. Ik ben conservator Born Digital Collecties bij de Koninklijke Bibliotheek.
En ik hou me bezig met alles wat born digital, of digitaal geboren is, van en over Nederland. En wat wordt verzameld door de Koninklijke Bibliotheek. Nou, dan moet je eens denken aan het bekende, de websites, webpagina's, maar ook e-books. Hybride publicaties tussen webpagina en tussen e-book inzitten. Sociale media, eigenlijk alles wat, wat digitaal geboren is. En wat je kunt vinden of op het web of op internet. Wat ik hier voornamelijk doe, is dat ik de band ook leg eigenlijk tussen de wetenschap en tussen de bibliotheek. Dus wij als bibliotheek, wij verzamelen verschrikkelijk veel. Maar het is voor ons heel belangrijk ook om te weten van wat onderzoekers nou precies nodig hebben. Mm-hmm. Wat willen studenten nou onderzoeken? Wat heeft de gebruiker van de toekomst nodig voor wat er nu op dit moment op de Born Digital wordt geproduceerd? Wat er nu verschijnt op het web? Nou, zoals je zult weten, net als deze podcast, er wordt ontzettend veel gepubliceerd op het web. Het is niet bij te benen. Op dit moment zijn er 5,8 miljoen .nl Nederlandse websites. En nou, dat aantal dat groeit en groeit maar. Nou, verder zijn er ook duizenden e-books, miljarden sociale media berichten. Het is heel erg veel. En daarom moeten wij, we zijn gedwongen als bibliotheek om een selectie te maken. Ons belangrijkste uitgangspunt is van en over Nederland. Dus iets moet relevant zijn als je in de toekomst iets wil weten over de digitale cultuur van Nederland in 2018. Dan moet je dat een beeld kunnen krijgen op basis van onze collectie. Het is heel lastig en het is eigenlijk ook zo. We zijn eigenlijk pas begonnen met webarchivering in 2007. En in het begin nog mondjesmaat, maar nu zitten we inmiddels op ongeveer 13.500 websites. En de complete collectie is 33 terabyte groot. Maar vanaf 2007 was het inderdaad de vraag, ja, wat verzamel je nou? De grote kwestie is natuurlijk altijd, wat is nou een publicatie? In het begin heeft men heel erg nagedacht over een website als een soort van veredeld boek. Dus je ging uit van een tekst die een bepaalde samenhang heeft. En die wordt uitgegeven door een persoon of een organisatie. Nou, dat is een publicatie. En zo keek men ook naar publicaties op het web. Maar nu is het zo dat de websites ook hebben heel andere vormen gekregen. Dus website, je kunt fora kun je hebben, je kunt nieuwsites hebben, je kunt podcasts hebben zoals dit. Dus heel erg divers is het geworden. Dus het is heel moeilijk om een afbakening te maken tussen wat is nou de publicatie, wat je wil verzamelen, en wat is nou ruis waar je zegt van nou dat is minder interessant. Ook is het zo dat er zijn allerlei technische uitdagingen. Bijvoorbeeld JavaScript dus op een website. Dus allerlei technieken die op een website staan en die als het ware reageren op wat jij als gebruiker doet. Nou, en dat is natuurlijk heel erg interessant als jij een gebruiker bent en je surft over het web. Maar als jij een crawler bent, dus een stukje webarchiverende software die dus over het web gaat, die kan niet de handelingen nadoen die een gebruiker op het web doet. En dat betekent dus dat de software die dus voor ons de websites archiveert, krijgt iets anders binnen dan de gebruiker. En dat heeft ook mee te maken dat een website verbonden is met andere websites. Dus het is altijd een onderdeel van een organisme wat als het ware interactie heeft met zijn omgeving. Nou, wat we eigenlijk doen is een momentopname maken van de digitale cultuur van Nederland in 2018. Dus dat betekent eigenlijk dat we een stukje eruit nemen en we hopen dat het representatief is voor de rest. En we hopen dat men over 100 jaar nog steeds, als ze dan het stukje zien, nog steeds een idee kan hebben van hoe het moet zijn geweest. Onze eerste uitgangspunt was van nou, het moet erfgoed zijn. En bij erfgoed denk je al gauw aan musea en bibliotheken en overheidswebsites. Alleen, na verloop van tijd bedachten we ons, ja, maar kijk nou eens naar onze collectie. Als mensen over 100 jaar terugkijken naar de digitale cultuur van Nederland in onze tijd, en ze zien dat er alleen maar websites zijn bewaard van musea, overheidsinstellingen, bibliotheken, dan denkt iedereen van, nou, die Nederlander in 2018, die las alleen maar en die ging naar musea en die hield van cultuur en af en toe bekeek die eens de overheidswebsite. Dus dat is niet representatief. Dus daarom zijn we de afgelopen jaren steeds breder gaan kijken. Dus we nemen nu bijvoorbeeld ook websites van bedrijven bijvoorbeeld mee. Nou, goed voorbeeld is bijvoorbeeld de website van Vroom en Dreesman. He, dus de webshop die inmiddels alweer verdwenen is. Gaf een heel mooi beeld van wat nou Nederlanders op dat moment aankochten. Hoe is de marketing van een bedrijf? Hoe zag zo'n bedrijf er nou precies uit? Er is een bepaalde manier om informatie van het web weer terug te halen. En op dit moment doen we een onderzoek webarcheologie, waarbij we eigenlijk gaan kijken van nou, welke websites kunnen we weer terughalen. En we kijken echt naar het allereerste begin van de Nederlandse digitale cultuur.
tot 2007. Dit soort onderzoek kun je niet alleen maar digitaal uitvoeren. Het is niet alleen maar iets technisch. Je moet de mens erbij hebben. Dus het digitaal archiveren gaat gewoon niet zonder analoge contacten. Het is echt oral history. Je moet met de mensen praten. Je moet vragen, want hoe kwam zo'n website nou tot stand? Want dat soort historische contextinformatie kun je gewoon niet achterhalen uit de digitale bestanden. Je moet echt met de mensen praten. Ja, Kees de Zelski raakt hier aan een aantal onderwerpen waar we vandaag over door gaan praten. Bijvoorbeeld, wat is een publicatie? Wat zijn inderdaad de technische uitdagingen die er zijn? Maar misschien moeten we even beginnen, Anne, met wat is webarchivering nou precies? En wat is het verschil met gewoon iets digitaliseren? Nee, ik denk ook dat het aansluit bij waar Kees het net over had. Dat webarchivering houdt zich met name bezig inderdaad met het archiveren, met het verzamelen van die zogenaamde, wat hij noemt, born digital. Dus dat is een term die we vaak gebruiken. Dus documenten, websites die online geboren zijn. En daar zit denk ik het grootste verschil. En wat valt er dan af? Wat is dan niet born digital? Nou, dus inderdaad een set van foto's die je scant en dan online zet en dat als digitaal archief aanbiedt. Dat is zeg maar in die zeg maar definitie niet een vorm van webarchivering. Ja. Want het is gewoon puur het digitaliseren van een bestaande collectie en die digitaal beschikbaar of online zetten. Dus digitalisering is digitaal maken van iets wat eerder niet digitaal was. Mm-hmm. Maar dan kom je bij webarchivering. Er is, neem ik aan, een verschil tussen internetarchivering en webarchivering. Ik had het net over die e-mails van mij die bijvoorbeeld niet bewaard zijn gebleven. Wat natuurlijk heel logisch is, want ik heb dat account niet meer bij e-mail.com. En ik heb ook wel, toen ik overging van Hotmail naar Gmail, heb ik wel wat dingen geïmporteerd. Maar ook daar ben ik een heleboel, ja, eigenlijk oude correspondentie kwijtgeraakt die ik niet was kwijtgeraakt. Als het gewoon brieven waren geweest, nou ja, misschien bij een verhuizing raak je dan eens wat kwijt. Maar dat is niet webarchivering, toch? Nee, klopt. Dat is inderdaad in die zin, het is ook een verschil tussen wat is publiek beschikbaar om te archiveren. Wat zijn misschien privécollecties? Dit zou je misschien eerder als een privécollectie van correspondentie beschouwen. Maar webarchivering houdt zich in die zin meer bezig met het verzamelen van websites. En dat is natuurlijk ook waar nu een deel van de problematiek in dat archiveringsproces om draait. Van websites, ja, dat is ook een ding van vroeger, zeg maar. Weet al, niet alles heeft, we noemen bijna alles tegenwoordig, een platform. En in die zin, weet al, websites is een ouderwets woord geworden. Ja, nou ja, gelukkig. Net als wat je zei net, dat vond ik grappig, want dat had ik helemaal niet door. Dat inderdaad niemand zegt meer personal homepage. Ja. Dat ook echt een heel gedateerd woord. Maar webpagina dus eigenlijk ook. Of een website ook. Ja, mensen zeggen bijvoorbeeld vaak platform. Wat nu echt een soort van hype term is voor dingen die ik nog steeds bijvoorbeeld, of die men nog steeds als een klassieke website zou beschouwen. Ja. Maar ik denk inderdaad, bij webarchivering draait het met name om het archiveren van het publiek of een publieke en private deel van het World Wide Web. Dus dat is eigenlijk wat dus in die zin technisch gedefinieerd is door het protocol van het World Wide Web. Ja. Daar staan ook sociale media platformen op, zoals Facebook. Die hebben ook een website, facebook.com. Mm-hmm. Die willen verschillende instanties ook archiveren. Maar daar loop je dus direct tegen allerlei problemen aan, die ook al in het filmpje enkele van genoemd worden. Ja. Een van de belangrijkste is natuurlijk, je moet inloggen. Dus wat het internetarchief bijvoorbeeld heel slim heeft gedaan, die hebben een soort van fake account gemaakt. En dat account heette Charlie the Archivist. Ja. Ik was met een collega van mij, Fernanda van der Vlist, bezig met eigenlijk het opgraven van een deel van oude delen van Facebook. Ja. En helemaal in het begin liepen we tegen het probleem aan dat Facebook helemaal niet beschikbaar was in het Internet Archive. Omdat zij het niet toestonden om gearchiveerd te worden en beschikbaar te zijn in dat archief. Die blokkade, lekker weer Facebook. Ja, die blokkade is gelukkig later opgeheven. Maar dan kom je direct op het probleem van die crawler, of dat stukje software wat al die pagina's wil archiveren, die kan eigenlijk al niet naar binnen, want die moet inloggen. En dit is zo'n handeling waar Kees het over had, wat zo'n crawler heel moeilijk kan. Maar daar hebben ze dus een oplossing voor gevonden. Ze hebben een account aangemaakt, Charlie the Archivist. Dus nu kun je wel facebook.com zien in het Internet Archive, maar je ziet dus het profiel van Charlie. Ja. Charlie heeft geen vrienden. Ja. Charlie heeft geen content.
Charlie is helemaal leeg. Ja, Charlie dus, heeft nooit een superwall gehad. Nee, die heeft helemaal geen likes. Het is een beetje een trieste bedoeling. Ja. Want je ziet eigenlijk dat vind gewoon ik wel een... mooi, want ik zat te denken aan wat hij vertelt. Als ik denk aan de oude Egyptenaren, dan denk ik dat die mensen de godsganse dag bezig waren met piramides bouwen en een totale doodscultuur. En dat allemaal in grafkamers aan het zetten waren, de hele dag. Nou, dat en is af en mijn... toe waren ze met pushes bezig. Ja, maar die zetten ze dan ook weer in een grafkamer. Ik hoef natuurlijk niet uit te leggen dat waarschijnlijk die mensen ook wel andere dingen hadden. En dat er ook een soort dagelijks leven was naast die dingen die we uiteindelijk hebben teruggevonden. Dus er zit altijd een enorme filter op van wat je als archeoloog eigenlijk gaat tegenkomen. Nee, voorbeeld wat jij geeft, ja, misschien denken ze dan, denk over 300 jaar Facebook, dat was iets voor hele eenzame mensen. Misschien is dat ook wel. Nee, maar dat is dus wel een belangrijke vraag. Daar wil ik straks nog even op terugkomen. Inderdaad, dat alledaagse ook, zeg maar. Eerst nog even door eigenlijk op die methodologische kwesties. Want als je nou bijvoorbeeld bij Facebook blijft, hè, ik weet dus eigenlijk niet meer hoe mijn Facebook er vroeger uitzag. Ik weet dus nog dat je dat Super Bowl had, dat een soort add-on was die je daarop kon zetten. Mensen konden daar filmpjes met je delen. Als je dat niet had, dan kon dat ook weer niet. Maar ik ben helemaal vergeten ook hoe dat eruit ziet. En sowieso... Facebook is een redelijk eenduidige site. Hè? Dus op Hives kon je veel meer dingen aanpassen. Is daar eigenlijk iets van overgebleven? Is dat makkelijker te archiveren geweest? Nee, dat blijft in die zin moeilijk, omdat het heel vaak gaat over die zogenaamde dynamische content, inderdaad. Dus het eerste probleem wat je al tegenkomt bij dat, ja, inderdaad, is Facebook later, wordt dat gezien als een platform voor eenzame mensen. We zien daar puur die lege infrastructuur zonder content. En Facebook is natuurlijk is in die zin een lege infrastructuur die wij met z'n allen vullen met eindeloos veel content. En ook, ja, je krijgt inderdaad het vraagstuk van... wat zie je nou eigenlijk als je zo'n snapshot daarvan ziet? Ja. Want alles wordt gepersonaliseerd binnen die omgeving. En ja, die crawler heeft nu van één leeg iemand... weet wel, een soort van indruk hebben we nu van hoe het er vroeger uitzag. Ja. Maar dat is niet hoe jij ooit misschien, weet wel, Facebook ervaren hebt... of Facebook daadwerkelijk gezien hebt. Een andere manier waarop we daar wel op bepaalde hoogte sporen van kunnen terugvinden is... ik ben met twee collega's, David Nieborg en Fernanda van der Vlis... bezig inderdaad om een reconstructie te maken van bepaalde dingen... hoe Facebook vroeger functioneerde en hoe het eruit zag. Yeah. En waar wij heel erg dankbaar gebruik van maken... is het feit dat alle developer documentation... dus alle helppagina's, alle uitleg voor ontwikkelaars... die is allemaal bewaard gebleven. Dus... we hebben behalve die interface van Facebook, waar heel vaak naar gekeken wordt, ook nog allerlei andere documenten van Facebook die wel goed gearchiveerd zijn. Ja. Dus we kunnen terugvinden. Maar het is meer statische informatie. Dat is, ja, maar het is wel hele belangrijke informatie om na te denken: hoe zag zo'n platform er 10 jaar geleden uit? Wat was het doel, zeg maar? Want als je dan bijvoorbeeld. De blauwdrukken eigenlijk. Ja, ja, want als je dan bijvoorbeeld leest van wat is de newsfeed en hoe sorteren wij die bijvoorbeeld, dan vind je eigenlijk informatie over hoe zij 10 jaar geleden het doel en het nut en de ranking van die newsfeed zagen. Ja. Dus ja, een student van mij heeft inderdaad al die documentatie gebruikt om een prachtige soort van hoe heeft die newsfeed zich ontwikkeld? En weet wel, hoe hebben bijvoorbeeld de algoritmen eigenlijk onze sortering van persoonlijke informatie overgenomen? Want dat is natuurlijk ook een ding dat blijft. Het internet is nooit hetzelfde. Elke keer als ik op Facebook inlog, heb ik eigenlijk een ander Facebook. Ja. Bovendien, als je naar bepaalde websites gaat, dan is die website ook steeds weer anders. En onze redacteuren maakten daar een prachtig item over. We're riding on the internet, cyberspace, set free. Hello, virtual reality. Je kent het wel. Jij en een medestudent moeten allebei iets opzoeken voor een opdracht. Of jij en je partner zoeken allebei de goedkoopste tickets voor een vlucht. Jullie tikken allebei hetzelfde in op Google en krijgen verschillende resultaten. Dat komt door verschillende algoritmes die jou aanbieden wat zij denken dat jij wil zien. En dat is per persoon nooit hetzelfde. Het internet blijft nooit hetzelfde. Het valt niet te archiveren als boeken in een bibliotheek. Het web is een complexe constructie waarin algoritmes constant alles veranderen. Neem Facebook. Je luistert een bericht in je tijdlijn,
Later wil je het weer bekijken, maar valt het nergens meer te vinden. Als je de naam van de pagina en de datum van wat je zoekt niet meer weet, dan is de kans zeer klein dat je het bericht ooit terugvindt. Je tijdlijn op het social media platform wordt de hele tijd beïnvloed door je vrienden, het nieuws en Facebook zelf. Dus elke keer als je inlogt bij Facebook, ziet het er anders uit. Bij Google is dit dus ook zo. Dat heeft te maken met AB-testing. Als website-eigenaar kun je via Google Analytics, mits je het goed doet, testen uitvoeren om meer webverkeer op je site te krijgen. Je voert twee ideeën in over hoe jouw site eruit moet zien en Google laat de A-versie zien aan een bepaald aantal bezoekers en de B-versie ook. Zij laten jou daarna wat statistieken zien over welke test, A of B, beter bezocht is. Dit is een goede manier om bezoekers op je website te optimaliseren. Wat ertoe leidt dat het internet dus de hele tijd aan het evolueren is. Met een succesvolle test past jouw pagina dus het best bij jouw publiek. Niets staat dus meer vast online. Ondanks dat bijna alles bewaard wordt op het internet vanwege cookies en eindeloze webpagina's die ergens achterblijven. Omdat het doet aan personalisering. Het internet is geen bibliotheek waarin alles beschikbaar voor je is. Het is een groot netwerk waarin ze alles van je willen weten om het constant aan je aan te passen. But honey, did you know you could dissect a virtual frog on the internet? Ooh. Oh, did you get those Rolling Stone concert tickets? And the whole family can go, right? I mean, you can buy tickets online. I don't know. What do you think, kids? Yeah. Surf's up. See you on the net. On your mark, get set. We're riding on the internet. Surf's up, Anne. See you on the internet. Item ingesproken door Frederik Teylers. En de montage was van Zoner Arslan. Lekker deuntje zat daaronder, Zoner. Het internet is dus nooit hetzelfde. Laten we daar even op doorpraten. Het probleem wat ik net al noemde, de Wayback Machine is heel beperkt. Want je wilt natuurlijk ook reclames zien. Je wilt ook cookie gebruik zien, dat soort dingen. Hier ben je in je onderzoek ook mee bezig en je hebt het over de ecologie van een website. Kan je aan Vincent uitleggen wat dat is? Ik ben een en al oor. Nou, het mooie vind ik dus dat we vaak inderdaad bij webarchieven, we denken ja, we hebben slechts de webpagina en de content bewaard. Maar eigenlijk is er stiekem veel meer bewaard. Wat we in die zin vaak missen is bijvoorbeeld dynamische content. Dat is echt een probleem of personalisatie. Dus dynamische content, dan gaat het om... Inderdaad, je feed die is aangepast. Ik krijg inderdaad een andere advertentie dan jij. Dat is inderdaad lastig terug te vinden. Maar wat we wel kunnen terugvinden is het feit dat de advertenties aangeboden werden. We kunnen ook nog steeds terugvinden wie die adverteerder op bepaalde hoogte was. Omdat in de source code zit die adverteerder gewoon ingebouwd en die wordt aangeroepen. Dus op het moment dat een webpagina gearchiveerd wordt, wordt ook automatisch de broncode van die webpagina gearchiveerd. En daar vinden we eigenlijk nog heel veel interessante sporen die iets zeggen over hoe het web er toen uitzag eigenlijk... ook aan de achterkant. Dus wat voor advertenties er werden geserveerd. Wie een soort van commerciële partijen zijn die in die webpagina embed zitten. Dus dat kunnen we in die zin nog wel terughalen. En wat ik toen ook in een case study heb gedaan, is gekeken inderdaad naar welke trackers zitten er nou op de New York Times website vanaf het begin. Dus van 96 tot 2011, 12 heb ik dat toen gedaan. Via de Wayback Machine. Via de Wayback Machine. Dus wat ik heb gedaan is, we hebben met onze onderzoeksgroep, het Digital Methods Initiative, daar zitten onder andere Erik Borra, heeft fantastische tools gebouwd om webpagina's eigenlijk voor persoonlijk onderzoek weer beschikbaar te maken. Dus wat hij heeft gedaan is, we hebben een tool die websites kan scannen op de aanwezigheid van trackers. En die heeft hij zo aangepast dat we die ook op gearchiveerde websites kunnen gebruiken. Dus ik kon met die tool kijken inderdaad van wat voor trackers stonden er in 1996 in die broncode van die website en welke in 97, 98... En daarmee kun je eigenlijk heel interessant ook kijken van wie zijn de actoren in die advertisingwereld die inderdaad op de achterkant van die webpagina's allemaal aanwezig zijn. En wat vond je daar?
Nou, een interessante bevinding was, is dat, dat er eigenlijk, er was een soort van piek en daarna ging het weer iets naar beneden. En dat vond ik eigenlijk heel verwonderlijk. En toen heb ik ook ander onderzoek gevonden. Er waren ook een paar andere onderzoekers die hiermee bezig waren in Amerika. En die hadden eenzelfde bevinding. Eigenlijk een soort van afname van trackers. En dat is natuurlijk vrij counterintuïtief. Op welk moment was dat trouwens? Welk jaar? Rond 2011 was dat. Okay. Ja. Maar wat er eigenlijk gaande was, is als je daar dieper induikt van wie zijn die trackers, wat zijn de eigenaren, wat je daar zag is pure mediaconcentratie. Dus puur het feit dat grote bedrijven zoals Google, Facebook en al die andere grote adverteerders die kleintjes opkopen. Dus ik zag niet zozeer een afname van trackers, ik zag weet in al, eigenaren. Ja. Precies, een afname in eigenaren en dus het opkopen van die grote, door die grote partijen. Ja. Maar wat je ziet is dat dit probleem hebben we al eerder gehad natuurlijk met het archiveren van televisie. Want de vraag is, je wil iets kunnen reconstrueren. Hoe was het om in 2006 te gaan internetten? En hoe klik je dan op de dingen? Diezelfde vraag kan je ook stellen. Hoe was het om televisie te kijken op 1 april 1983, de dag dat ik 8 werd? Het is eigenlijk heel moeilijk, want we kunnen wel programma's terugkijken. We kunnen een programmagids bekijken. Maar we weten helemaal niet wat er allemaal op de sterreclames waren. Die informatie is misschien allemaal wel terug te vinden, maar dat moeten we reconstrueren. Je kan die flow, zeg maar, niet terughalen die een avondje televisie kijken op, maar ook... Hoe zat ik in de Ilpenwaard 11 bij mijn ouders naar de Tettenbraak 1-2-3 show te kijken? Nou, dat kan ik nog wel terugzien, maar die leuke reclames voor Sporthuis Centrum... En als je hem dan wat verder compliceert... en je pakt hem naar 1998, toen ging je zappen. En ja. dat gedrag kan je ook niet meer terughalen met een televisiegids. Want je weet niet meer of jij van Nederland 1 naar RTL 5 zapte. En hoe jouw zapavond eruit zag. Dat kan je eigenlijk alleen maar doen door, wat Kees ook zei... zulke soort archiveringsonderzoek te combineren met een vorm van oral history... Maar dat is er van televisie ook niet, volgens mij. Nee, het is heel moeilijk om nog echt te kunnen reconstrueren over hoe dat toen was. Ik heb ook nog wel eens in microfiches moeten zoeken in kranten. En het mooie daarvan is dat je de hele krant zag. En als je nu gaat zoeken, dat is wel enigszins vergelijkbaar, kan je heel gericht naar dat ene krantenartikel, dat kan je bekijken. Maar je leert ook ontzettend veel om een krantenartikel in die context te zien van een grote pagina en waar in de krant het stond. Hoe opvallend het was, ja. Et cetera. Als je nu televisie gaat bestuderen, wat de volgende dag was, is het al een stukje moeilijker om te kijken van nou, wanneer was, wat was er tegenover geprogrammeerd? Hè? Zat je Sonja op zaterdag, zat daar dan tegenover iets rechts met Wim Bosboom? Oh, die namen komen eigenlijk wel heel natuurlijk allemaal naar boven, jongens. Dan wordt het al ietsje complexer. Maar ja, de volgende stap is natuurlijk waar jij je dan mee bezighoudt. Waar eigenlijk nog veel meer factoren zijn die veranderen. En veel moeilijker te reconstrueren is wat de ervaring is van op het net gaan. Surf up. Ja, en gebeurt dat ook, Anne? Dat soort... worden ook dat soort snapchats zeggen natuurlijk. Worden er ook dat soort snapshots gemaakt van... Oké, ik zit nu met Linda Duits achter haar computer... en zij is zelfstandige en zij heeft nu een werkdag... en zij heeft synonieme.net openstaan, mijn favoriete website. En zo ziet een dag... op het surfen op het web eruit, gebeurt dat? Een hele dag nog niet, maar ja, ik vind het eigenlijk wel een mooi project. Dus misschien moet ik jou een keer een hele dag op het internet gaan volgen. Synonieme.net, vandaan.nl. Ik denk dat er instanties zijn waar ze dat precies weten. Dat, Nee, inderdaad. Ik denk dat in die zin... Ik vind het een hele mooie vergelijking ook met andere vormen van mediaonderzoek en de problemen die daarbij ontstaan. Omdat er heel veel parallellen zijn inderdaad met dit verhaal van televisie. Want we hebben stiekem toch best wel wat informatie bewaard over het internet. En ook op bepaalde manieren kun je gebruik ook terughalen. Maar er is ook heel veel informatie niet beschikbaar. Want als je het hebt over wie bezoekt nou een bepaalde website, hoe vaak is een website bezocht, al die informatie wordt opgeslagen automatisch door de serverlogs van websites. Maar die worden dan weer niet beschikbaar gemaakt via, weet al, een webarchief. Omdat dat heeft natuurlijk ook te maken met... dat is geen onderdeel van waar een crawler automatisch bij kan. Dus dat stukje software kan dat niet meenemen. Een website-eigenaar is misschien niet heel erg geneigd om die informatie te delen. Want daar zit natuurlijk ook gevoelige data of gevoelige informatie in. Allemaal IP-adressen. Dus de vraag is ook, moeten we dat met z'n allen willen dat die informatie beschikbaar is?
Maar er zijn wel mooie technieken inderdaad die iets meer die ervaring vastleggen. Dus ze hebben bijvoorbeeld in Denemarken doen ze heel veel onderzoek naar webarchieven bij de groep van Niels Brugger. Daar hebben ze bijvoorbeeld bij het Songfestival hebben ze gewoon een camera op iemands beeldscherm gezet, op iemands Twitter-account, ook om eigenlijk een soort van ervaring. Ja, zo zit een Twitter. Want Songfestival, voor de mensen die geen Twitter hebben, ik kijk nu zo naar aan onze redacteur. Dat is een soort evenement op Twitter, dat iedereen helemaal losgaat. En dat is ook heel leuk en dat is real time. En dat is helemaal geïndividualiseerd, want ik volg bepaalde mensen. Ik switch ook de hele tijd heen en weer tussen mijn timeline, mijn mentions, mijn likes en retweets. En mijn DM's eigenlijk ook nog, waarin dat allemaal tegelijkertijd zich voltrekt. Oh, wat leuk! Ja. Ja, dus ze hebben toen volgens mij zowel losse gebruikers als de algemene hashtag toen gevolgd. Maar dat eigenlijk heel, ja, dus ze hebben niet de tekst gearchiveerd. Ze hebben echt de ervaring meer gearchiveerd. Dus ook kun je heel goed zien, ze hebben het gewoon met een videocamera opgenomen eigenlijk. Ja. En dat is nu ook een techniek die je iets vaker ziet, waarbij men probeert om social media, om die ervaring en om in ieder geval een persoonlijk account van social media te kunnen reconstrueren. Ze hebben in Amerika bij Rhizome een hele mooie tool gebouwd. Die heet webrecorder.io. En daarin kun je gewoon zelf eigenlijk een archiveringssessie starten. En ja, die record dan allemaal wat je doet, wat je aanklikt. Dus dan kun je gewoon 10 minuten van jouw Facebook-ervaring, weet ook, kun je documenteren. Ja. En die kun je ook publiekelijk als je wil beschikbaar maken. Je kunt het voor jezelf archiveren. Je kunt het kan doneren. Dat ook installeren bij iemand anders zonder dat diegene dat weet? Dat... Je kan sowieso heel veel. Dat is misschien ook wel een leuke aflevering, hoe je hoe het internet en dat soort technologie worden gebruikt om te stalken. Maar is dat een ding ook wat RTL-redacteur uitnodigen? Kijk, Peter R. Oh. Nee, maar dit is een belangrijk punt. Dat kijk, als we kijken naar de televisiearchieven, daar zit een enorme filter over. Natuurlijk ook dat wat we willen bewaren, wat we belangrijk vinden. Alles wat pulp en vies en wat dan ook is. Dat blijft toch op de achtergrond. Hè? We hoorden het Kees al zeggen, als we alleen maar musea gaan, dan krijgen we wel een heel erg mooi beeld Braaf van het verleden. Nederland. Ik heb het idee dat internet ook veel gebruikt wordt als een hele individuele ervaring waar individuele verlangens worden ingelost. Vorige keer hebben we het hier over gehad. Toen was Yvette Leurs hier en hebben we het uitgebreid gehad over. Het ging eigenlijk over de verbeelding van het vrouwelijk orgasme. Maar we hebben veel gesproken ook over porno en op porno sites werken. Wat ook heel erg gaat over. Het geld wordt meer verdiend met hoe mensen door de site heen getrokken worden dan met de filmpjes die daar vertoond worden. Maar daar zit natuurlijk. Ging je daarheen? Ja, nou dat er een. Ik zeg wel eens tegen studenten, je moet het benaderen, je materiaal, alsof je een archeoloog bent en je graaft dit op. Hè? Ja, dan komen we straks nog op die archeologie. Ja, maar het punt is dat we, denk ik, een heel belangrijk gedeelte van de internetervaring, niet alleen pornografie, maar ook andere dingen, uit het zicht verdwijnen, omdat het niet dat monumentale heeft waarvan we nu zeggen, laten we dat eens bewaren. Dat is van waarde. Die status, klopt dat? Want van porno zijn er sowieso heel slechte archieven. Ik neem aan dat dit soort sites bijna niet te doen zijn ook. Nou, dan ligt het met name aan het feit dat er heel veel video op zit. Ja. En ja, sites waar heel veel video, dat neemt ontzettend veel opslagruimte. Dus dat is een van de grootste problemen eigenlijk. Terwijl jouw methode, waarin je dus heel erg kijkt naar die tracker-netwerken, dat zou dus eigenlijk heel... Tracker, Linda, dat zou je niet vinden. Sorry, ik kan het niet laten. Rimmen in de sauna. Dat opsporen van die trackernetwerken, dat kan dus eigenlijk wel weer heel goed. En juist wat Yvette zegt, dat dus eigenlijk ook het belangrijkste is geworden aan die porno-sites. Dat zou met jouw methode dus eigenlijk heel goed werken. Ja, op die manier kun je zeker inderdaad kijken naar misschien de vercommercialisering van die porno-websites inderdaad. Ja. En hoe ver ze ook verweven zijn met bijvoorbeeld sociale media-platformen. Want het is toch fantastisch dat je kan sharen naar je Facebook-account welke examstervideo je weer gekeken hebt. Dus weet je wel, dus die connecties, zeg maar, met die grotere partijen. En hoe ook misschien, weet je wel, porno kijken in die zin iets sociaals is geworden over tijd. Als er van die like- en share-buttons geïntegreerd worden. Of is het puur inderdaad gewoon voor het verzamelen van informatie? Want dat is feitelijk wat die knoppen allemaal doen. Ja, volgens mij is dat toch het laatste. Is er een nieuw probleem ontstaan omdat we nu ook meer devices gebruiken van om het internet op te gaan? Of van internet gebruik te maken? Ja.
Nou ja, voor in die zin voor webarchivari. Archivarissen. Archivarissen, denk ik, ja. Zij archiveren gewoon het internet vaak vanuit een soort van browserperspectief. Dus gewoon de klassieke, weet je wel, de klassieke ervaring online. Wat je ziet aan de voorkant. Ja, sommige crawlers die nemen inderdaad alles mee. Dus dan kun je inderdaad op het moment dat je op mobile bent, kunnen ze dat ook archiveren. Of in ieder geval, ze kunnen ook de mobiele versie laten zien, maar dat is lang niet altijd zo. Maar het grootste probleem zit denk ik ook, waar ik me nu in mijn huidige onderzoek ook mee bezig hou, is het feit dat heel veel internetactiviteit die we doen, doen we niet meer via de browser. Die doen we via apps. Ja. En die, weet wel, die worden niet tot nauwelijks gearchiveerd. Dus ja. Daar ben ik nu naar aan het kijken. Want die zitten ook allemaal niet zozeer in die webarchieven. Die moet je weer in een soort van losse archieven. En daar komt ook dat hele archeologische stuk van. Je probeert alle puzzelstukjes bij elkaar te krijgen. Maar ja, een probleem of een probleem voor webarchivisten is ook inderdaad dat ons gedrag zo is verspreid, maar ook is verschoven in een hele andere techniek eigenlijk. In die apps die helemaal niet door die crawlers, door die stukjes software benaderd kunnen worden, opgeslagen kunnen worden. Dus hoe gaan we inderdaad die ervaring nu bewaren? En hoe gaan we daar over 10 jaar op terugkijken? En dat is denk ik een heel prangend vraagstuk. En kan je dan terecht bij de makers van die apps? Staan die bereidwillig, dit is geen Nederlands, maar je weet wat ik wil vragen. Ja, vinden die geef dat oké? Geef ze toestemming. Ja, mag het. Nou ja, in die zin, een app is heel anders dan een website. Dus je moet een hele ander stuk software om dat te archiveren. Het is eigenlijk gewoon een stukje software wat je downloadt. Dus het heeft in die zin meer raakvlakken met softwarearchivering en softwarepreservatie, waar ook hele domeinen mee bezig zijn. Wat dan ook met, interessant is, hoe Word is veranderd. Precies, ja. Een andere vraag waar ik nu naartoe wil, is eigenlijk, waartoe moet gearchiveerd worden? Vincent, waar is het allemaal goed voor? Waarom moeten we dit eigenlijk opslaan? Gaat het om omdat we erfgoed willen bewaren? Of? Nee, je kan de hele flikkersboel gewoon weggooien en opnieuw beginnen. Maar we hebben het idee dat dit soort dingen. Kijk, het mooie van archivaris vind ik is dat het eigenlijk een soort futurologen zijn. He, ze kijken naar het verleden in de veronderstelling van hoe straks iemand daar in de toekomst van gebruik moet gaan maken. Mm-hmm. En dat is eigenlijk een prachtige vraag natuurlijk, want je archiveert niet voor het nu, maar je archiveert voor wat we er straks mee gaan doen. Dus waarom willen we dat onthouden? Is dat mensen straks daar misschien vragen over hebben die we nu nog niet hebben. Want als we nu al gaan archiveren op de vragen die we er nu over hebben, ja, dan zitten we er misschien naast. En dat is de hele mooie dubbelheid ervan, vind ik, dat in de selectie van wat we ook archiveren, maar ook het web, zal we over 20 jaar heel erg duidelijk de vingerafdruk van 2018 in gaan zien. Dus hoe het archief, hoe dat nu wordt opgebouwd, zegt heel veel over deze tijd. En als we dat over 20 jaar gebruik van gaan maken, dan kunnen we ook iets zeggen over 2018. En misschien dan de vragen gaan stellen die dan relevant zijn. Een mooie vergelijking is, er zijn bijvoorbeeld pentekeningen van Da Vinci of wat dan ook, die worden niet tentoongesteld, want anders vergaan ze. Maar we gaan ze wel heel goed archiveren, zodat het misschien straks wel vertoond kan worden. Of dat er straks nog een keer naar gekeken kan worden. En dat is dit eigenlijk ook. Er zit een heel erg een soort spel van verleden, heden en toekomst in. Ja. Oké, maar dan ben ik er nog niet helemaal over uit. Waartoe moet er gearchiveerd worden? Nee, ik denk dat het ook heel mooi aansluit inderdaad van een archivaris, zoals Kees ook aangaf in het filmpje. Hij zegt ook van ja, we moeten inderdaad nu gaan nadenken van wat willen die onderzoekers met ons archief? Wat willen ze nu? Maar inderdaad, wat willen ze bijvoorbeeld ook over 10 jaar? En dan willen ze niet puur Nederland als een braaf museumland, wat we niet zijn, zien. Maar het is inderdaad in die zin heel lastig om een soort van te futurecasten. Van wat is over 10 jaar belangrijk? En ik denk dat verklaart ook waarom al die webarchieven. We hebben het vaak over bijvoorbeeld het Internet Archive. We hebben in Nederland dus de Koninklijke Bibliotheek. Maar we hebben nog 10, 15 Europese webarchieven. Het Engelse webarchief is fantastisch, is groot. In Portugal doen ze fantastisch werk. Maar ze hebben ook allemaal een verschillende benadering in wat ze archiveren. Ze denken dus allemaal verschillend over die vraag na.
Kan je voorbeelden geven? Ja, bij het Internet Archive doen ze wat ze noemen hele brede crawls. Dus ze zetten eigenlijk gewoon super breed in. Ze proberen een soort van bijna alles, weet wel, zoveel mogelijk maar te pakken. Maar ook vrij oppervlakkig. Dus als ze een webpagina vinden, dan eigenlijk pakken ze de bovenkant. Als je het soort van, weet wel, scratching the surface. Ze pakken de bovenkant. Maar ze gaan niet helemaal door tot het einde tot ze alles hebben. En dat probeert de KB bijvoorbeeld wel weer te doen. Die hebben een stuk minder websites, maar die proberen dan ook echt van top tot teen die hele website te archiveren. En het KB maakt ook echt een selectie. Ik ben deze case op het spoor gekomen omdat ik een mailtje kreeg dat het blog van Diep Onderzoek gearchiveerd ging worden, wat ik heel leuk vond. Maar dat is een doelgerichte selectie en zelfs zo doelgericht dat ik er ook een e-mail over krijg. Want ik neem aan dat die Britten, die dus heel veel als een soort sleepnet, een soort sleepnet door het internet, die gaan niet al die websites e-mailen met u bent geselecteerd, u bent een winnaar. Ja, dat verschilt dus per land inderdaad. In Nederland doen ze dat expliciet. Vragen ze dus toestemming om opgenomen te worden. Ik kan me nog herinneren dat Geen Stijl het fantastisch vond. Of daar heel cynisch een mooi berichtje over hadden. Wij zijn cultureel erfgoed. Ja. Wij zijn aangemerkt door het KB om gearchiveerd te worden. Ik heb hier wel eens heel lang geleden met mensen van het... Volgens mij was dat toch voor die tijd met mensen van de KB over gesproken. En toen ook gezegd, ja, je moet dus juist inderdaad Geen Stijl doen. Is want dat was zat ook helemaal niet op het. Niet dat ik wil nou zeggen dat het mijn schuld was, of zou dat het gebeuren. Maar die hadden dat helemaal niet op hun vizier staan. Ja, van, want je moet ook maar. Nee, maar je moet maar net ook als. Kijk, inmiddels zijn ze natuurlijk wel op dat spoor. Maar je moet als bibliothecaris ook maar net zicht hebben op wat er zich voltrekt. Uiteraard. In die internetcultuur. Is het zo dat. Je moet maar weten wat 4chan is. Je moet weten wat 4chan gebruikt om te kunnen bedenken dat een hele relevante plek is als je zeg maar de opkomst van alt-right wilt gaan onderzoeken als het straks 2030 is en keizer Thierry... president Thierry. In Pakistan aan de vlag zetten. Ja. Is het zo dat... een beetje een technische vraag, maar het wordt steeds makkelijker om dingen op te slaan, want de capaciteit groeit geloof ik elke 2 jaar met een factor. Dat is toch de wet van Moore, geloof ik. Maar websites zijn ook, of tenminste het online materiaal wordt ook steeds zwaarder. Mm-hmm. Kunnen we meer opslaan of loopt dat een beetje gelijk op? Het is een hele technische vraag, maar snap je het is mijn niet vraag? Een hele technische vraag voor Anne, hoor. Nee, maar ik snap het. Ik weet niet of ik die rekensom paraat heb, inderdaad. Wat de capaciteit is van... Of we kunnen sowieso nooit een kopie maken 1-op-1 van het gehele internet. Ook omdat dat puur aan infrastructuur, dataservers... wat was het nou? Alleen al alle Bitcoin-servers gebruiken nu al 1/5 van alle elektriciteit of iets belachelijks. Weet wel, dus dit is ook een kwestie van... ik denk, in die zin moeten we ook nadenken over wat kost het ons aan, niet eens aan mankracht of opslagcapaciteit, maar wat kost het ook aan het milieu dat we deze kwestie, dat we alles maar willen archiveren. Want we kunnen niet, weet al, daar is gewoon geen mogelijkheid toe. Je zou altijd selectief moeten zijn. Ja. En je krijgt natuurlijk ook een probleem, als je straks dat onderzoek wil gaan doen, dat er zoveel data is dat je niet weet waar je moet beginnen. Ja, is er een standaard voor, ik weet dat het antwoord is, er is geen standaard, voor het ontsluiten van al die informatie? Ik weet dat er een groot Europees project is geweest over hoe televisiearchieven ontsloten moesten worden. En laten we eens gaan samenwerken met alle landen die een archief hebben. Super idee natuurlijk. Maar dat heeft toch echt heel veel tijd en energie en moeite gekost om te kijken van, nou ja, wat hebben wij in het archief zitten in Nederland en in Portugal over hetzelfde onderwerp en hoe breng je dat bij elkaar? Ik weet dat Karel Dibbets ooit in het verleden al heel vroeg daarmee begonnen is over filmarchieven. Lukt dat een beetje? Nou, dat is dus heel moeilijk. Ik zit dus inderdaad in zo'n Europees project dat al die Europese webarchieven bij elkaar probeert te brengen. Want het doel is in die zin 1 interface, wat precies wat je zegt, om te kijken, ik zoek een bepaalde website, om te kijken welke archieven hebben die. En waar kan ik hem dan bijvoorbeeld opvragen? Omdat als ik bijvoorbeeld een website vind bij de KB, dan moet ik naar Den Haag en daar achter de computer zitten om die gearchiveerde website te kunnen zien. Terwijl als diezelfde website bijvoorbeeld in het archief van Portugal staat, ze hebben alles gewoon online en openstaan, dan kan ik die website dus wel weer opvragen. Dus dat heeft te maken gewoon ook met wetgeving.
En keuzes inderdaad in welke informatie online, weet wel, openlijk beschikbaar wordt gemaakt, ja, en andere niet. Nou kan je dus nog heel veel terugvinden, zeker als je inderdaad naar de broncode gaat kijken. Je kunt al die trackers vastleggen, maar je weet natuurlijk niet waarom ziet diep onderzoek eruit zoals het eruit ziet. Waarom heeft de auteur voor deze onderwerpen gekozen? Is het voldoende om inderdaad alleen maar die snapshots te nemen, of moet je, als je dus inderdaad die historische processen wilt begrijpen, ook redactionele keuzes archiveren? Ja, dat denk ik zeker. Ik wil graag weer een vergelijking maken met oude Grieken, oude Egyptenaren. Ik weet zeker als een oude Egyptenaar ooit hier zou zijn en die zegt, nou deden wij helemaal niet daarom. Hè. Er zit ontzettend veel interpretatie in over waarom al die botscherven of potscherven, als je dat tegenkomt, waarom ze dat gebruiken. Dus ja, je wilt die contextuele informatie wil je heel graag hebben om te begrijpen over het hoe en waarom, ja, van al die bronnen. Dus ja, dat anders is het misschien ook niet zoveel wat we hebben om dat te begrijpen. En dat is die continue afweging die daarin wordt gemaakt. Daarom kan ik me voorstellen dat inderdaad die Facebook logs die er zijn van de helppagina's en hoe dat in elkaar zit, dat dan heel waardevol is. Maar ook die webarchieven, een aantal daarvan inderdaad, die geven ook aan van hoe ze tot die keuze tot stand, hoe die keuze is gemaakt. Dus ik weet inderdaad, bijvoorbeeld bij het KB hebben ze metadata gewoon bij alle gearchiveerde webpagina's. En daar staat ook duidelijk bij op basis waarvan deze website is geselecteerd. Hetzelfde doen ze bijvoorbeeld bij het Internet Archive. Daar gebruiken ze ze hebben 1100 verschillende bronnen waaruit ze bepalen welke webpagina's ze. Dus bijvoorbeeld Wikipedia is een belangrijke bron voor hun. Ook gewoon de top 100 websites, meest bezochte websites per land, die archiveren ze ook automatisch. En zo hebben ze er nog 1000 criteria. Ja. En je kunt precies bij elke webpagina ook zien, weet al, op basis waarvan die webpagina is gearchiveerd. Maar worden bij Wikipedia dan ook al die pagina's die erachter schuil gaan, alle discussies over mag Linda Duits nou een wiki hebben of niet? En is dat relevant? Wordt dat ook opgeslagen? Want dat is natuurlijk prachtige informatie. In die zin zou ik ook zeggen dat Wikipedia zelf ook al in die zin haar eigen historie archiveert. Ja. Want je kunt gewoon daar helemaal in teruggaan. Ja. Dus je kunt al, collega's van mij die hebben inderdaad ook Wikipedia op die manier gebruikt. Om te kijken inderdaad van hoe controverses tot stand komen. Welke actoren daar een belangrijke rol in spelen. En hoe zich dat ontwikkelt over tijd. Ja. En dat kun je gewoon in die revisie history gewoon terugvinden al. Maar ik denk dat hier ook interessant is hoe dit soort partijen, dus bijvoorbeeld het Internet Archive en Wikipedia, gewoon samenwerken. Ja. Omdat ze runnen bijvoorbeeld elke keer een check op alle links die toegevoegd worden onderaan bij Wikipedia als bewijsmateriaal van een punt. Of die links nog werken en of ze gearchiveerd zijn. En het doel daarvan is dat alle informatie op Wikipedia in die zin nooit verdwijnt. Dus als je ergens op een link klikt, wat genoemd werkend zijn. Ja, dus als die niet meer online is, dan staat die in het Internet Archive. En dan word je ook automatisch doorverwezen naar het Internet Archive. Ah, wat goed. Dus dit is een hele interessante manier waarop dat soort partijen ook samenwerken om na te denken, hoe kunnen we het best inderdaad zo'n ervaring van informatie opzoeken, het beschikbaar maken van bronnen, op die zin ook opslaan. En dan is het toch ook de combinatie van dingen die relevant is. Dus bijvoorbeeld de notulen van de Volkskrant over hoe zij hun online keuzes zeg maar gemaakt hebben, of hoe ze daarover zijn gegaan. Vervolgens het archief zelf. Vervolgens alle trackers die daarmee zijn. En zo kan je dan een constructie maken. Vind jij ook dat er in de archieven die we hebben, want je slaat allemaal dingen op en dat zijn ook persoonlijke gegevens, dus niet dat jij dat doet. Vind je dat mensen ook het recht moeten hebben om daaruit verwijderd te worden? Ja, absoluut. Ik weet bijvoorbeeld dat Google heeft een webpagina waar je kan zeggen van ik wil dat deze informatie, of ik heb hier bepaalde problemen mee. Je moet ook aangeven waarom en wat het issue is. En dan, ik heb zo delen van mijn jeugd ook uit Google. maar je kunt bijvoorbeeld bij het Portugese webarchief kun je ook aangeven van jullie hebben mijn website gearchiveerd zonder het te vragen, want zij doen dat gewoon zonder te vragen. En ik wil dat eigenlijk helemaal niet. Nou, met één mail en twee mails heen en weer is jouw webpagina verwijderd. Maar dus ook voor de eeuwigheid? Ja, voor de eeuwigheid. Ja. En dan zijn we toch aan geschiedsvervalsing aan het doen? Nou ja, de vraag is in hoeverre. Eigenlijk gewoon als je je dagboeken verbrandt.
Ja. Dat is ook geen geschiedvervalsing. Nee, maar als je het publiekelijk hebt gedeeld, en dat is een onderdeel van wat wij trachten te begrijpen, is het natuurlijk dat de mensen die in staat zijn en zo maar mondig krijgt, zijn... Je krijgt natuurlijk niet... het lijkt, kijk, wat ik wel voor elkaar kan krijgen misschien, is geen stijlresultaten op mij heel hoog in Google terechtkomen. Maar ik krijg natuurlijk niet mijzelf van geen stijl af. Nee, maar als dat in een archief zit, stel je voor, geen stijl is gearchiveerd en jij zegt tegen de KB, moet je eens luisteren, ik wil gewoon niet dat dat artikeltje over mij gearchiveerd is. Ik wil dat het uit jullie archieven gaat, want het is mijn naam en mijn gezicht. Ik denk dat zo niet werkt, ook niet bij de KB. Nee, ik denk dus inderdaad... Dus ik kan het wel voor mijn eigen website, maar niet over geen stijl. Ja, zo denk ik het ook. Ik denk inderdaad, dan zou je echt een rechtszaak in die zin moeten aanspannen. Of tegen geen stijl, of tegen het KB inderdaad, voor het verwijderen van die informatie. Ja. Maar ik denk inderdaad, het voorbeeld wat ik noemde van Google is... Zij hadden vroeger had je allerlei fora, webfora. En die heeft Google gewoon op een gegeven moment gekocht. Dus om waarschijnlijk te gebruiken om te trainen voor hun, weet ik veel, machine learning. Om die tekst gewoon te gebruiken. Maar zij hebben dus fora die dus privé waren. Die mensen dus altijd als een privé omgeving beschouwden. Hebben zij gewoon opgekocht. En eigenlijk zonder te zeggen hebben zij dat allemaal indexeerbaar en doorzoekbaar gemaakt. Ja. Dus daarin verandert ook iets tussen wat eerst als een privé omgeving gezien werd. In de toegankelijkheid. Precies. Ja. Dus en dat zijn bijvoorbeeld kwesties waar ze wel gevoelig voor zijn. Daar mag je gewoon inderdaad vragen van, ik wil dat jullie dat verwijderen. Ja. Want dat was inderdaad in de context van een privéomgeving ooit geschreven. Ja. Wat zijn nou de dingen die we missen? Wat zien we over het hoofd? Bijvoorbeeld, ik kan me voorstellen bepaalde vormen van lokale culturen of het gebruik van het internet in Nederland door heel specifieke minderheden. Hè? Hoe de Pakistaanse gemeenschap in Nederland, die niet zo groot is, het internet gebruikt voor communicatie. Zijn dat dingen waarop gelet wordt? In die zin... ja, ik denk dat het bij de KB zijn ze wel echt heel serieus met dit vraagstuk bezig. Dan hebben we het met name dus over Nederlandse cultuur. Mm-hmm. Maar er zijn ook heel veel webarchieven waar je zelf kan aangeven wat je vindt wat er gearchiveerd moet worden. Dus bij het Internet Archive kun je webpagina's nomineren om te archiveren, bij het Portugese webarchief. En bij het Portugese webarchief hebben ze ook experimenten met het crowdsourcen. Dus eigenlijk gewoon vragen aan allerlei mensen van wat vinden jullie dat gearchiveerd moet worden? En dan hebben ze hebben bepaalde communities inderdaad gevraagd van wat is binnen jullie gemeenschap belangrijk? En dan hebben ze gewoon een Google Doc gemaakt en daar zet iedereen websites in die zij belangrijk vinden. En op basis daarvan gaan zij dat gewoon allemaal archiveren. Dus ik vind dat ook een heel mooi voorbeeld van webarchieven die heel actief bezig zijn met nadenken over niet alleen wat zij vinden of wat die crawler, dat stukje software, maar vindt op het web. Maar ook, weet wel, wat zijn inderdaad binnen bepaalde gemeenschappen belangrijke thema's, belangrijke websites? Ja. En hoe zit dat met het dark web? Wordt het dark web ook gearchiveerd? Volgens mij niet door partijen zoals het Internet Archive of een van die Europese webarchieven. Want het kan je ook niet op die manier crawlen. Nou, er zijn wel onderzoekers die datasets hebben gemaakt. Dus het bestaat wel in een soort van gearchiveerde vorm. Er zijn onderzoekers die naar al die marketplaces onderzoek hebben gedaan. En die hebben iets van, weet ik veel, 80 terabyte of weet ik veel, gearchiveerd. Mm. Maar dat was dus gewoon één individuele onderzoeker die bepaalde vragen had. En die is dat toen gaan archiveren. Ja. Maar het is niet iets wat volgens mij structureel door een van die instituten wordt het gearchiveerd. We hebben het net al even aangeraakt hoor, maar persoonlijke communicatie, of het nou e-mail is, maar ook WhatsApp en dergelijke. Kijk, het mooie is natuurlijk dat wij eens in de zoveel tijd dat er weer een brievencorrespondentie naar boven komt. Want die denk mensen daar zijn, heel vaak over na, ja. Die mensen zijn dan dood of na 10 jaar later wordt dat mooi bezorgd, heet dat geloof ik. Wordt er zo'n brievenromans uitgebracht of correspondentie. Ik heb als WhatsApp-correspondentie, kan je heel goed downloaden. Ik heb dat wel ergens gearchiveerd op sommige plekken. Mensen die zich nu afvragen, zit je daarbij? Nou, app me. raken we dat kwijt? Ik kan bijvoorbeeld niet meer... mijn DM's op Twitter, die kan je niet meer opvragen. Die zijn voor eeuwig weg.
Dus dat gaat een tijdje terug, zeg maar. Ja. Maar zeg maar, de allereerste die ik uitwisselde met Sarah, mijn beste vriendinnetje van Twitter, dat is onmogelijk om terug te vinden. Dat is heel spijtig als we later alle twee nog beroemder worden dan nu. Hoe ging die vriendschap aan het begin? Nou, ik heb nog wel zo'n grootheidswaanzin dat ik best een contractje met het KB zou willen sluiten. Dat ze alles mogen hebben onder juiste voorwaarden en 25 jaar na mijn dood of 30 jaar, dat het dan openbaar gemaakt mag worden. Ja. Groot nieuws natuurlijk. Vind dat prachtig ook. Atria heeft een heel groot archief van belangrijke vrouwen. Hoe heet ze ook weer? Aletta Jacobs. Je mag Aletta zeggen. Ik heb ook een hele leuke foto van mij en Aletta. Die kan ik je wel eens laten zien. Aletta Jacobs, die was heel... Was het nou Aletta Jacobs of Johanna Naber of Westerdijk? Nou ja, een van die belangrijke eerste golffeministen. Die heel goed was in het bijhouden van haar archief en haar administratie. En toen was ik daar met iemand van Atria over aan het praten. Dus dacht ik, nou wat een ramp. Want ik ben dat, dus helemaal niet. Dus hier heb je die doos met geparfumeerde brieven. Van jouw hitsige Fransman. Van een jongen uit Frankrijk. Ja. En hier heb je wat WhatsApp berichten. Maar nee, dat heb ik trouwens ook niet eens. En ik heb wat e-mail gearchiveerd. En dat is het wel. Mm-hmm. Dus volgens mij gaat er dus ook... juist omdat we denken dat er zoveel bewaard wordt, gaat er heel erg veel verloren. Hoeveel digitale foto's ik niet kwijtgeraakt, omdat ik een tijdje een vriendje had. Dan zei hij weer, oh. En dan was er gewoon, weet je, alle foto's van onze vakantie in Brazilië. Oetzie. Ja, ik denk dat er een mooie tegenstelling is dat we heel veel bewaren. Ik heb zeker 10.000 digitale foto's die ik in 1 seconde kwijt kan raken. Ja. Terwijl die fotoboeken die mijn ouders lief in elkaar hebben gezet, er denk ik wel... je moet wel ontzettende bruut zijn om iemands fotoboek weg te gooien. Iemands externe harde schijf in een vuilnisbak flikkeren heb ik niet zoveel moeite. Dat is ook wat je meeneemt als je huis in de fik staat. Hè? Dan neem je de belangrijke papieren mee en die fotoalbums. Maar en jij, mijn laptop. En jij toch wel je laptop? Ik neem mijn laptop mee. Vincent denk ik niet hoor. We hebben het al een paar keer erover gehad. Maar waar gaan die webarcheologen van de toekomst nou tegenaan lopen? Hebben zij dan bijvoorbeeld ook wel de dragers om al die, jij zei, jouw eerste website staan op een CD-rommetje. Ik ken heel veel mensen die geen idee hebben wat een... Ja, een CD-rommetje. Hoe je een CD-rom moet openen. Mm. Omdat ze een Mac hebben en daar geen CD-roms meer in kunnen. En probeer maar eens een 10 jaar oude CD-rom af te spelen als je nog wel die apparatuur hebt. Ook dat is vergankelijk. Tik. Ja, want dat moet nu in zo'n externe CD-ROM. En die moet met USB in mijn MacBook. En ik heb net een nieuwe MacBook. En die kan die USB niet meer in. Met schijf jezelf is ook vergankelijk. Ja, ik denk er dus heel vaak aan als de zombie-apocalypse komt. En dan kunnen we dus al heel snel niet meer bij onze kennis. Op het moment dat elektriciteit stil komt te leggen. Nou, gelukkig heb ik hier op mijn kantoor nog een heleboel fysieke boeken staan. Maar als je wilt weten hoe je... Nou ja, weet ik veel wat, bouwt of zo. Heel veel van onze kennis is digitaal en die is dan dus niet meer toegankelijk. Ik had niet gedacht dat we het vandaag over de zombie-apocalypse hebben. Er is altijd gelegenheid een reden om het daarover te hebben. Of om iets over Star Wars te beginnen. Dat doe ik bij mijn studenten ook altijd. Nou, hier ga ik toch even doorheen praten voordat we daar over gaan hebben. Nee, maar je bracht de vraag op. De vraag is natuurlijk, kan je over 50 jaar... Als je terug gaat kijken naar het mediagebruik in Nederland in 2018, maar de bronnen zijn er niet, dan is het onmogelijk om als historicus te zeggen, die bronnen hebben we niet, maar we denken toch dat het zo zit. Wat bedoel je dan met die bronnen zijn er niet? Nou, we hebben net geconstateerd dat er enorme gaten zitten eigenlijk in het archief. Vooral over de manier hoe we daarmee omgaan en door de dynamische content die er is. Maar je zal zien dat historici over 50 of 70 jaar, misschien een nieuwe generatie, zich altijd moet beperken tot daar waar de bronnen over zijn. Zo werken historici. En die kunnen nu zeggen, nou daar hebben we geen bronnen over. Dat weten we niets van, maar het zit zo en zo. Dus je ziet dat de geschiedwetenschap altijd weer de beperking heeft van zijn eigen bronnen en daar een coherent verhaal van tracht te maken. Terwijl wij nu in de tijd zitten dat we weten, dat is eigenlijk niet een coherent verhaal. Of wel een coherent verhaal, maar het is geen compleet verhaal. Of pure speculatie. Ik geef dus nu een vak over geschiedenis van het medialandschap, waar de studenten ook hele slechte teksten soms moeten lezen. En één tekst ging dus over wat de sensaties waren van theaterbezoekers in de Londense theaters in de 19e eeuw.
En die auteur schreef vrolijk op, nou, en dat beleefde ze zo, en dat beleefde ze zo, zonder erbij te zeggen, ja, wat voor bron heb jij dat eigenlijk? Want je weet helemaal niet hoe die mensen dat beleefden. Misschien was het een hele oude auteur. die dat weet. Maar wordt dat een probleem met die dragers? Nou, in die zin, HTML zoals we het nu kennen, dus gewoon waar websites mee gebouwd zijn, is niet radicaal veranderd. Natuurlijk, dat is gewoon een taal. Precies, het is een gestandardiseerde taal, die is uitgebreid, die is wat verschoond hier en daar, maar die is niet radicaal veranderd. En dat is iets wat nu, als je een oude browser, zou je nog steeds een webpagina van nu redelijk kunnen bekijken. Dan moet je wel, dat is trouwens ook zoiets, om de ervaring terug te krijgen van internet in 1995, toen ik op internet ging, dan moet je ook wel die oude Netscape kunnen hebben en niet Netscape uit 1998. Ja. Je moet backward compatibility, heet dat zo? Ja. Is die software er ook? Want ik herinner me dat ik dus bij zo'n telefoonrekening had, dat ik dus toen de nieuwe versie van Netscape ging downloaden thuis. En dat duurde eventjes. Navigator Gold. Maar zijn al die versies ook bewaard? Want er zijn natuurlijk ontelbaar veel versies. Ja. Nee, dat is gelukkig. Al die oude browsers zijn gelukkig redelijk goed bewaard. Ook van Chrome, want bij Chrome, ik weet nooit wat voor versie van Chrome ik gebruik. Ja, die zijn ook niet alleen door Chrome zelf en door Google, maar ook door derde partijen. Dus daar hebben we gelukkig nog heel veel die oude browsers. Maar inderdaad, als je het hebt over die ervaring, weet wel, van vroeger. Je weet wel, de dial-up browser. En het was allemaal lekker langzaam. Misschien kan Tom straks hier even het dial-up geluidje onder monteren. En je zag echt gewoon de 56K heel langzaam. Mode. Precies, ja. Zag die. Ja, er is een internetkunstenares. Zij heet Olia Lialina. Zij heeft echt al, zij doet ja, al tientallen jaar. Zij doet al vanaf de vroege jaren onderzoek ook naar vroege internetcultuur. En zij heeft ook een van haar kunstwerken is. Zij heeft eigenlijk Facebook en al die grote platformen nagebouwd. En dan kun je gewoon selecteren op met welke browser bijvoorbeeld je dat wil bekijken. En met welke snelheid. Dus 14K4 modem, 28K8, 56K6. Ja, maar dat doe ik me inderdaad herinneren dat dan, ik, laat ik zeggen, een plaatje ging bekijken. Porno. Laten we zeggen van de Mona Lisa. Naakt. Maar dat je dat zo regeltje voor regeltje de anticipatie. Was werkelijk dat je dan echt dat prachtige werk van Da Vinci zag. was groots. Dat, was, dat die neus eindelijk tevoorschijn kwam. Ja, maar ook dat tellertje onderin van je telefoon inbellen. Dat je een soort verhouding, hoeveel heb ik hiervoor over? En als je moeder naar boven riep, Vincent, ik wil nu bellen met tante Thea. Ja, precies. En dan nee, had, mam, ik ben te belangrijk en kunstproject dan bezig. Dan had ik de Mona Lisa echt net tot aan de glimlach kwam die binnen. Ja, maar tegelijkertijd zijn er dus ook wel weer, voor die archeologen later, zijn er ook dit soort podcasts en zijn er ook heel veel mensen die inderdaad hun internetervaringen als oude lullen zoals wij op allerlei andere vlakken hebben gedeeld. Ja, maar, kijk, de orale geschiedenis, als ik nu ga... Oraal. Jezus, Linda. ik wil... Luisteraar, als je luistert en je denkt, Linda heeft aandacht nodig, DM haar. Als ik terug ga denken over de disketten die ik kreeg van de UvA in 1996 en ik naar een computer moest lopen om daar mijn e-mail op te halen, om op een diskette te zetten en terug te gaan naar huis om daar mijn e-mail... Evora, dat e-mailprogramma. En dat ik echt nog heel goed weet dat ik daar binnen gasthuisterrein liep en zei, dat internet... Dat is niks. Dat wordt niks. Dat wordt niks. Ik was dus aan het corresponderen met een soort van penvrienden die ik had. En dan ging ik dus inderdaad naar voren uit Dora. Dan haalde je op de zuil, haalde je dus je mail. Ja. Dan zette je dat op de diskette. Ik had thuis dus de software Adora, maar geen internetverbinding. Dus dan laadde ik mijn e-mailtjes in. Ja, dat is precies wat ik net gesteld heb. En zette ik dat op de diskette, ging ik weer naar die zaal en dacht ik, dit is de toekomst. Ja. Weet je wat ik ook nog weet, als Alma dan toch mag vertellen, dat ik een journalartikel wilde gebruiken voor een paper. En dat stond niet in onze bibliotheek. Nou, dan was het dus niet te krijgen, zeg maar. En toen had ik bedacht, want er stond dus ik had dus een e-mailadres van die man gevonden. En toen ben ik dus iemand gaan e-mailen, ergens in Amerika, wat toen ook veel verder was dan nu. En die stuurde me dat artikel vervolgens met de post op. Maar dat vond ik toch zo
magisch dat ik dat voor elkaar had gekregen. Nou, ja, dit is echt een ander verhaal. Dit is wel een oma. Mag ik er dan ook eentje vertellen? Ja, dan gaan we toch. Dat ik inderdaad via e-mail een veganistische, een milieuactivistisch, lichtterroristische organisatie had gemaild. Voor een documentaire idee. Dat doet er voor de rest niet toe. Maar dat er ook echt een reactie kwam opeens. En ik naar een straathoek ergens in Amsterdam Nieuw-West moest. Waar een jongen met een bivakmuts. En Nieuw-West was toen ook nog heel ver. Ja, ik denk dat jaren later die bivakmuts nog gebruikt is voor het PC Hoofdhuis. Maar dat er echt een soort illegaal contact voelde dat via e-mail met een raar e-mailadres. En dat het dan ook in de werkelijkheid zo was. Ja. Dat kan ik me nog wel, dat er ook echt mensen achter zaten. Heel spannend. Ja, Anna? Ik heb ook echt die mensen inderdaad van die vroege dagen op het internet. Ik hing urenlang rond op IRC. Ja, dat was voordat we allemaal WhatsApp en Messenger hadden. Dat was de Interrelay chat. Dat was een soort van chatkanaal. Een soort van chatkanaal. Ik hing daar uren rond. Ook wel grappig. Chatten is best wel een tijd lang weg geweest als woord. En nu volgens mij weer terug. Helemaal terug. Ja. Messenger, chatten. Ja. Ja. Maar ik vond het fascinerend, want ik praat inderdaad met allemaal mensen uit Finland. Heel veel Finnen, want die zaten het vroegst op het internet. Allemaal op de universiteit, dag en nacht. Ja. Maar ik kreeg inderdaad gewoon, op mailinglisten zat ik allemaal. En op een gegeven moment ben ik ook bandjes gaan uitwisselen met al die mensen die ik daar leerde kennen. Gewoon dus mixtapes. Mixtapes uit Bahrein ontvangen met een mooie kaart erbij. Nou, ik wist niet eens dat het land bestond toen ik 15 was. Maar daar heb ik echt goede herinneringen aan. En dat zit nu nog allemaal ergens in een doos? Dat zit gedeeltelijk in een doos. Het is het einde van de uitzending bijna. En dan gaan we altijd proberen om de vraag te beantwoorden. Is het meestal wel lukt het niet, mogelijk hè? Om het internet te archiveren, Vincent? Nou, dat hangt heel erg af van wat je nou precies aan het archiveren bent. Tuurlijk kan je het internet archiveren. Bijvoorbeeld door alle data farms die we nu hebben. Daar staat het internet op. En dan zeggen we gewoon, nou, daar doen we niks meer aan. En dan bouwen we er gewoon één naast. En dan hebben we een hele mooie van 2018. Daar zouden we heel end komen. Het is een beetje duur, denk ik. Maar wat we eigenlijk willen begrijpen is de ervaring van wat er allemaal op digitaal en op internetgebied gebeurt. Dat is wat de interessante vraag is. En de gelaagdheden daarvan en de diepte daarvan is eigenlijk zoveel meer dan wat we nu kunnen archiveren. Het goede nieuws is, dat is helemaal niets anders dan alle andere cultuuruitingen die we in de afgelopen duizenden jaren hebben gehad. Het is ook een beetje, dus, hoe noem je dat ook alweer, dat je je eigen tijd als de belangrijkste tijd neemt. Op die manier ook wel een beetje dom dat wij denken dat wij in zo'n nieuwe tijd leven. Ach, je waar kan alles anders is. Elk medium kan je benoemen waarin we, al ga je ook in de KB kijken van welke boeken er zijn verzameld, zie je daar ook een selectie. En alle pulpenblaadjes die er waren, die zijn ook veel moeilijker terug te vinden. Dus wat er in het dagelijks leven was. Eerder hadden we het over Vroom en Dreesman. De reclamefolders van Vroom en Dreesman zijn niet compleet bij de KB. Dat durf ik te beweren. Als het niet zo is, dan hoor ik het wel. Kortom, elk mediumtype is altijd een selectie op. Het is er staat altijd vast wel ergens een huisvrouw in Zaltbommel die vanaf 1978 die V&D-krantjes heeft bewaard. Nou, ik weet bijvoorbeeld dat in het gemeentearchief van Amsterdam is inderdaad een archief van mensen, van iemand die in de jaren 20 en 30 alle recensies van films heeft uitgeknipt en ingeplakt. Dat is een waanzinnig belangrijk archief geworden, omdat er gewoon een actieveling is die dat heeft gedaan. Ik las van de week dat iemand dat heeft gedaan voor alles wat Geert Wilders ooit heeft gedaan. Ja, dat is en de ook. Plakboeken zijn opgehaald. Dank u wel, mevrouw, dat is belangrijk. Maar dat soort archieven zijn uiteindelijk heel erg belangrijk gebleken. Dus het antwoord, hebben we een compleet beeld van het internet? Nee, maar dat hebben we van geen enkele cultuuruiting. En we zullen nooit helemaal een soort kunnen reproduceren over 20 of 30 of 50 jaar over hoe het was. Maar de aandacht die ervoor is, die is best wel groot. Er is eigenlijk wel het wegwuiven van internet is alleen maar iets laags of populairs of is voor is vergankelijk of vluchtig. Dat idee heb ik niet. En dat zag je wel bij andere mediatypen. Strips bijvoorbeeld. We nemen dit echt serieus dat dit een belangrijk onderdeel is van ons leven. Ja, voor strips hoef je natuurlijk over privéverzamelingen niet te klagen. Anne, is het mogelijk om het internet te archiveren?
Ik denk inderdaad het gehele internet niet, maar inderdaad de keuzes die we maken, dat er een heel groot deel wel bewaard kan worden, waar we genoeg aan hebben om een klein deel van wat we nu met z'n allen beleven daar te ervaren. En in die zin zou ik ook iedereen willen uitnodigen om eventueel 11 oktober naar het Instituut voor Beeld en Geluid te komen, om daar meer over te weten bij de studiemiddag Het Web Gearchiveerd. Ga heen. En als je meer wil weten over oude internetcultuur en misschien wil ervaren hoe het vroeger was om online te surfen, wij organiseren aan de Universiteit van Amsterdam van 19 tot 21 juni de conferentie The Web That Was, waar we ook een internetcafé willen bouwen samen met collega Michael Stevenson en goede studenten, om die ervaring van vroeger in een internetcafé weer te geven. Ja. Ik voel me heel erg Matthijs van Nieuwkerk nu. Dat je een gast uitnodigt en uiteindelijk moet er toch nog iets geplucht worden. Nee, dat kan gewoon. En dat zetten we ook in de show notes. 11 oktober is al best wel snel als de luisteraar dit hoort. Maar dat met het internetcafé is volgend jaar juni. Dus daar kunnen mensen nog heel erg lang naartoe. Ik vind het leuk dat je daarmee eindigt, want dat is ook zo'n oma verteld ding, zeg maar. Dat internetcafé zie je ook bijna nergens meer. En je reiservaring, dus ik ga graag backpacken, die is ook helemaal veranderd. Met technologische veranderingen. Nou, daar kunnen we nog heel lang reis over. En internet, daar moeten we een keer over hebben. Reis en internet. Ja, toerisme, internet. Ja. Misschien kunnen we Stijn uitnodigen. U heeft geluisterd naar aflevering 77 van de podcast Onder Mediadoktoren. En daar danken wij u zeer voor. Wij hebben een uitgebreid archief. Al onze uitzendingen zijn openbaar voor iedereen terug te luisteren met de originele show notes er nog bij. Daar hebben we ook twee onafhankelijke backups van, dus dat gaat nergens heen. Eeuwigheid, zeg maar. Maar als toekomstige historici onze podcast als onderwerp kiezen, dan is er natuurlijk meer dan alleen maar onze website en de uitzendingen. Bijvoorbeeld de recensies op iTunes. Wij zouden het erg fijn vinden als u daar meldt wat u aan ons waardeert. Deze aflevering werd gemaakt door Tom Amos, Sonar Arslan, Narine Eschmel, Frederik Tijlers en natuurlijk door mijn sidekick, Dr. Vincent Kroonen. Mijn naam is Dr. Linda Duits. Ik dank onze gast, Dr. Anne Helmond. En vooruit, ik dank u nogmaals voor het luisteren. De volgende aflevering praten we over Universiteitsjournalistiek. Universiteitsjournalistiek. Heb je er zin in? Ik heb er heel veel zin in. Heel graag. Tot dan.